Hola, hola, hola. Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. We zijn allemaal helemaal in de sfeer van Halloween. Yes, 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 yes. Je ziet overal spinnen hangen en je ziet overal wat op in de winkels. Ik heb voor mezelf deze ring gekocht. Wauw, 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 wauw. Ik vond hem zo mooi. En voor Halloween heb ik ook gelijk zwarte handschoenen. En de spinnen heb ik ook. Kijk, San, ik vond het zo grappig. Dus ik dacht, nou, ik moet ze hebben. Wat ga ik laten zien vandaag? Voor Halloween heb ik een hele, hele mooie nail art gemaakt. Kijk, San. Ik heb echt van bloedrood. Dat is een bloody, bloody red. Kijk, San. En ik heb hier ook spooky gezicht. En ik heb hier alle spinnen, pompons, kijk eens aan. En ik ga laten zien hoe heb ik dat allemaal gemaakt. Voor deze nail art heb ik allemaal gebruik gemaakt van, yes, 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 mijn favoriet, de gel lak. Yes, 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 deze, black. Dit is de Ultra Shine. En ik heb nog ook voor de Beautiful Black. Kijk eens aan. Nummer 110. Kijk eens aan. Yes, 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 yes. En ik heb ook gebruik gemaakt van de Tangier Red. Deze. Nummer 210. Love it, love it, love it, love it. Is echt mijn favoriete kleuren ook. En de white natuurlijk, de nummer 299, Coco White. Deze. Ja, en ik heb ook nog gebruik gemaakt voor de matte No Wipe, de CCCO. Dat is ook van mijn favoriete gel lak eerlijk gezegd. En ik gebruik altijd de matte CCO, omdat ik vond hem heel fijn om mee te werken. En vooral voor het nail art. Dus bij deze. En natuurlijk heb ik het net laten zien. De Ultra Shine. Die maak ik mijn werk daarmee af. Ook van de Pink Gel Lak. Yes, 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 yes. En we gaan beginnen. Ik heb mezelf voorbereid. Ik heb twee gel lak al twee keer aangebracht. Zoals jullie zien. Yes, 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 yes. En nu... Als eerst ga ik de mat topcoat aanbrengen. En dan ga ik beginnen met mijn nail art. En ik ga laten zien wat ga ik maken. Ik ga alleen maar twee maken. Omdat ik heb niet zoveel tijd eerlijk gezegd. Dus ik dacht nou, ik ga gelijk twee laten zien. Ik ga als eerst deze aanlakken. En die gaat natuurlijk als altijd onder de lamp en niet voor 60 seconden. Staat er ook, dat mag je 60 seconden erop doen. Maar omdat ik wil mijn nail art mooi en intens hebben. En dat plaknaaglaagje wil ik ook nog, heb ik het nodig voor straks. Dus 30 seconden gaat die onder een lidlamp. Ik gebruik trouwens ook alleen maar een lidlamp. Nou, die gaat ook voor... Kijk eens, alsnog. Ook met de mat topcoat aanbrengen. Van de CCAO, deze. En die gaat onder de lamp, CCAO, deze mat topcoat. En die gaat natuurlijk ook onder de lamp voor 30 seconden. En ik ga laten zien wat ga ik hier maken. Ik heb hier mijn voorbereiding al gedaan. Dus deze twee. Ik ga de spooky gezicht maken. Deze. En ik ga de spin deze ook nog maken. Mijn 30 seconden is voorbij. Deze is al klaar. En lach niet, lach niet, lach niet, lach niet. Ik heb hier mijn whiteboard. Nail artboard ga ik de White Coco nummer 299. Ga ik een klein beetje op mijn whiteboard doen.
voel dat klein beetje meer hard. En ik ga als eerst dat spookje gezicht, lach niet alsjeblieft. Ik gebruik altijd van de tandstoken hier. Dat vind ik altijd heel fijn om zo fijn nail art te maken. Vooral de spooky, wat ga ik maken. Deze is heel fijn werk, vooral die tanden en zo. En ook de spinnep. Dus ik begin met deze. Even kijken, we gaan de spiegelgezicht. Als eerst begin ik met een smiley te maken. En eerst goed diepen in de wijting. Even kijken, en dan ga ik een hele smiley, dunne smiley maken. Ik heb een beetje gemost. En ik begin hier gelijk. En dan ga ik hem even rondbrengen. Ga even een hele smiley. En doe ik een klein beetje naar boven en een klein beetje deze kant. Yes, yes, yes. Kijk eens aan. Prachtig. Deze is mijn smiley. En met mijn nail art tappertje, deze. En deze zit twee kanten in, eerlijk gezegd. Maar ik ga gebruik maken van de dunne kant. Deze is iets dunner. Deze is iets, ja, voller. Dus ik ga beginnen met deze. En ik ga even een klein beetje diepen. En dan begin ik met een klein punt te maken. En dan doe ik hier. En dan ga ik even een cirkel van maken. En omdat ik wil het een beetje als een ei, zeg maar, vorm. Een vorm van een ei. Dus het moet ook een beetje groot zijn. Zoals Bokke gezegd, het hoeft niet precies te zijn. Maar gewoon iets wat kan je. Hier ga ik de tweede en dan ga ik ook precies hetzelfde maken. En een cirkel draaien en een beetje een vorm van een ei maken. Kijk eens aan. Kijk eens. Is een beetje spooky gezicht. Ga hem een beetje ook nog een beetje voller maken. Je hoeft niet echt precies te zijn. Dus het moet iets heel groot zijn. Maar het hoeft niet precies te zijn. Dus, en hoeven ze niet allebei hetzelfde te zijn. Come on. Halloween moest zo gek mogelijk doen. En zo mogelijk griezelig en spooky. Kijk eens aan. Dit is de eerste. En dit gaat onder de lamp 30 seconden. En dan haal ik ook mijn volgende. Kijk eens aan. Dus deze. En hier ga ik zeg maar een web maken. En dan begin ik om de hoek, aan de kleine kant. Kijk, dus deze dunne, zag je zo. Begin ik hier en dan begin ik met een klein bungee. Gewoon zo. En dan ga ik even omhoog trekken, naar boven. Hoeft ook niet precies te zijn, dat kan ook een beetje recht zijn. Kijk eens aan, dat is één. En dan ga ik nog nummer twee ook precies. Deze kant zo. En ik ga voor de derde ook. Doe ik dat zo. En het leukste van Halloween kun je zo fantasie laten gaan zoals je wil. Je kan van alles maken en doen. En dan trek ik hem een beetje omhoog. Deze. En dan ga ik de andere kant, de bovenkant, ook precies hetzelfde doen.
iets klein beetje dieper maken. En dat is het fijne van deze tandenstoker, kan je alles mee doen. Dus dat is echt heel fijn. En dan ga ik even deze kant ook nog. Het leukste kan je fantasie laten gaan en je kan gewoon bijvoorbeeld de spin laten hangen. Bijvoorbeeld met een soort naar beneden trekken. Ik zal je laten zien, ik heb het in een van die nagels gedaan. En het is echt heel, heel grappig om te doen. En deze ga ik ook in de brede doen. En deze kant even een beetje gemost aan die kant. En deze doen we zo. Kijk, een beetje spookachtig nep. Kijk eens aan. Dit is nou het resultaat. En dit gaat voor 30 seconden onder de lamp. En nu haal ik mijn spookje gezicht. En mijn spookje nummer 2. En dan ga ik het afmaken met een klein beetje. Kijk, ik heb een beetje gemost. Dus ik ga dit even, die stukjes even. Opnieuw doen, want dat is een beetje misgegaan met mijn vingers, heb ik hem geraakt, dus dat is niet mooi. Ik doe deze S afmaken en dan ga ik, kijk eens aan, en deze zo. Hier, kijk eens aan. En dit gaat alsnog voor 30 seconden onder de lamp. Ik gebruik, zoals ik zei, een lidlamp, dus ik doe 30 seconden, omdat ik moet toch mijn werk afmaken op die manier. Kijk, dit is nou mijn spookje gezicht. Kijk eens aan, de smiley. En nou ga ik tanden maken. En die kan je alle kanten mee. Kan je van boven beginnen naar beneden. Het moet zo'n beetje gezag mogelijk. En hier een klein beetje en hier ook. En nog één hier. Kijk eens aan. Dit is eigenlijk het idee hiervan. Oh, leuk. Ja. Is altijd fun. Die. Ik vind altijd. Halloween is een soort fun. Kun je je gang laten gaan en je fantasie. Gaat onder de lamp 30 seconden. En hier heb ik mijn volgende. En hier heb ik mijn wespennep uitmaken. En ga ik het een klein beetje diepen. Kijk eens aan. En dan ga ik even lijntjes ertussen trekken. En dan doe ik. Dat is de eerste lijn. Het hoeft niet precies te zijn, gewoon lijntjes, dunne lijntjes trekken. De ene kant naar de andere kant. Kijk eens aan. En ook die zo. Die. Ik ga hem even nog een beetje breder maken, deze ook. En heb ik hier ook. En nog één hier. Trek ik deze ook aan de kant. Het hoeft echt niet precies te zijn. Je mag wel je fantasie laten gaan. En je moet het dun en dieper maken zoals je wil. Kijk eens aan. En dit is nou een wespennet. Als het goed is. En dit gaat ook onder de lamp. Maar nu. Kijk, ik voor 60 seconden laat onder de lamp. Allebei, omdat ik ga nu sielen. En dan ga ik ook gebruik maken van de ultrasein. En ik ga
even dit een beetje opzij doen. Dan kunnen we even makkelijk aan het werk. Kijk, dit is het idee. En de eindresultaat moet zo komen. Ik heb ze nu onder de lamp voor 60 seconden. En kijk, je kan je fantasie bijvoorbeeld laten gaan. Je kan ook zo'n soort spin laten hangen aan het draad. Zo bijvoorbeeld. Of je kan ook bloeden. Dit heb ik heel makkelijk gemaakt, eerlijk gezegd. Ik heb hier een witte, de witte white gel lak. De 2,99 coco. En dan met en zo Richie blaas ik het erop. En krijg je dit vorm. Mijn twee zijn al klaar. 60 seconden onder de lamp. Kijk eens aan. Dit is ook één. En dan gaan we even zielen. Ik vind het zo grappig. Kijk eens aan. Leuk, 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 leuk. En hier ga ik gebruik maken natuurlijk van de Eltre Sein. Van de Bintjellak. Is echt mijn favoriete. Dat blijf ik altijd zeggen. Even mijn favoriete gel lak. Het aanbrengen en de dekking van de gel lak is altijd zo mooi en zo. Het heeft ook bepaalde glans. Dit gaat 60 seconden onder de lamp. En dan haal ik mijn volgende weer. En deze is ook 60 seconden. Gaat die ook 60 seconden onder de lamp. Even eens zielen. Ja, ik vind het zo mooi. Ik denk dat ik ga even mijn nagels. Het gaat onder de lamp 60 seconden. Als je gebruikt een lidlamp is 60 seconden altijd. Als je gebruikt een UV-lamp 2 minuten. Guys, kijk eens aan. Dit is nou de eindresultaat. Kijk eens. Prachtig. Ik vind het zo mooi. En ik, zoals ik zei, je hoeft niet precies te zijn. Je kan ook je fantasie laten gaan. Je kan, Halloween is eigenlijk een soort fantasie. Gebruik je fantasie. Laten gaan. Maak iets moois van. En het leukste van, echt, echt, kijk eens aan. Dit is echt zo mooi. En kijk eens aan. Vind je deze video leuk? Vergeet je niet te liken. En vergeet je niet duim omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren. Zo blijf je natuurlijk op de hoogte van alle nieuwe films die ik maak. En als je vindt deze video leuk, vergeet je niet daaronder in je beschrijving. Alle vragen die je wil stellen, kan onder in de beschrijving. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En happy Halloween. En tot volgende keer.